Een van de belangrijkste operaties uit de Tweede Wereldoorlog was het bombardement van de geallieerden op de Westkapelse zeedijk om Walcheren op de Duitsers te veroveren. De herinnering aan dit bombardement en de daaropvolgende landing staat nog steeds op de dijk, de tank van Westkapelle. Deze tank is op 1 november 1944 hier aan land gekomen. De Britten hebben hier een landing uitgevoerd vanuit Oostende. De gevechten die hier gevoerd zijn, zijn heel zwaar geweest. Met name hier voor de kust zijn meerdere schepen tot zinken gebracht. 170 Britse militairen verloren het leven hier op zee. Als je dit hier zou leegpompen, dan heb je één groot oorlogsslagveld. Want dat ligt er allemaal nog voor de kust. Operatie Infatuate draaide allemaal om de haven van Antwerpen, die de geallieerden wilden gebruiken om hun legers te bevoorraden. Maar dan moesten eerst ook de gebieden om de Westerschelde veroverd worden, om Duitse beschietingen op schepen daar te voorkomen. In oktober 1944 veroverden de geallieerden West-Zeeuws-Vlaanderen en vanaf de Kreekrakdam rukten de Canadezen op over Zuid-Beveland. Om Walcheren te veroveren besloten de geallieerden het onder water te zetten. 3 oktober is hier de dijk gebombardeerd, 's middags. Het is een enorm zwaar bombardement geweest met honderden vliegtuigen. De dijk is verwoest, maar het dorp wat hierachter ligt is ook grotendeels verwoest. Meer dan 150 mensen vonden daarbij de dood. De mensen waren van tevoren wel gewaarschuwd met pamfletten, althans op Walcheren. Hier in Westkapelle zijn heel weinig pamfletten tot geen pamfletten terechtgekomen. Maar de mensen konden ook niet weg. Dit was een geïsoleerd gebied, je kon niet weg. Westkapelle werd bijna volledig van de kaart geveegd. Door de bommen, maar ook door het binnenstromende zeewater. De slachtoffers liggen hier begraven, naast de bekende vuurtoren van het dorp. Na de zeedijk bij Westkapelle werden ook dijken bij Vlissingen, Rammekens en Veren gebombardeerd en liep Walcheren onder water. Een maand later landden de geallieerde troepen bij het dijkgat van Westkapelle en begon de slag om de Schelde. Door het bombardement is de zeedijk totaal verwoest. En hier zie je het oude tracé. En dat loopt dan in het water en uiteindelijk zie je daar nog een bunker. Dat is ook van het oude tracé, die lag in de oude dijk. En sloot hij daar weer aan. Er is een baai ontstaan en dat is dan zijn litteken uit deze moeilijke, pijnlijke geschiedenis. Het dorp zelf was geheel verlaten van inwoners toen op 1 november de geallieerden aan weerszijden van het dijkgat aan land gingen om het eiland Walcheren te bevrijden. Vrijwel gelijk met de landing bij Westkapelle vielen de geallieerden ook andere plekken op Walcheren aan, waaronder Vlissingen. 1 november vindt de aanval op Vlissingen plaats. Deze wordt voorafgegaan door een zwaar artilleriebeschieting vanuit Zeeuws-Vlaanderen. De commando's die daarna landen, dringen de stad binnen. Van straat tot straat moest gevochten worden om de stad te bevrijden. Uiteindelijk is de stad op 3 november na 3 dagen vechten bevrijd, maar was wel totaal verwoest. Ook bij de Sloedam, een belangrijk strategisch punt, werd hevig gevochten. 4 dagen lang hielden de Duitsers, die van geen wijken wilden weten, hier stand tegen de oprukkende geallieerden. De Sloedam. Walcheren aan de ene kant, Zuid-Beveland aan de andere kant. Dit is de verbinding, de landverbinding. Een strategisch van groot belang. De Canadezen van het oosten, de Duitsers hadden zich ingegraven in het westen. En de aanval van de Canadezen liep elke keer vast op die Duitse verdediging. Er moest een alternatief verzonnen worden. De Engelsen hebben dat gedaan. Die hebben aan de zuidzijde hier zo, over het Schorregebied, zijn die de sloe overgestoken. En hebben de Duitse verdediging in de rug aangevallen. Waarmee de strijd om de Sloedam in het voordeel van de geallieerden was geëindigd. Pas toen gaven de Duitsers Walcheren op. Ze gaven zich over in Middelburg, waar ze hun hoofdkwartier hadden. Walcheren was bevrijd en de Schelde kon nu eindelijk worden gebruikt voor de bevoorrading van de geallieerde legers in Europa. Een half jaar later zette koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 bij Ede in Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem. Na de bevrijding werden de dijken gedicht, maar het zou nog 5 jaar duren voor de eerste oogsten op Walcheren weer van het land konden worden gehaald.
Met een verwoestend bombardement op de Westkapelse zeedijk begon de verovering van Walcheren door de geallieerden in 1944. Op de dijk herinnert dit monument aan deze strijd, de tank van Westkapelle.